Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Wel ja, stort het maar in een bodemloze put, hè, die 40 miljard. Wat is het nou nog in deze tijd? Nee, we storten niks. We stellen ons garant in een noodfonds en dat is echt wel nuttig en nodig. Maar dan geven wij 40 miljard weg. En dan heeft Italië, een land als Italië, heeft veto. Ja. En wij niet. Ja, dat vond ik ook vreemd. Er zijn maar drie landen die veto hebben. Ja, Duitsland en Frankrijk kan je zeggen, oké, grootbetalers. Maar goed, op een maffiabende. Nou, zo zou ik het niet noemen, maar want ik vind het eigenlijk wel een heel mooi land. Ik ook, maar... En hele aardige mensen, maar ik heb me ook wel verbaasd dat een land... wat dus waarschijnlijk als een van de eerste aan gaat kloppen, hè, want ik bedoel, Spanje, Portugal en Italië zijn wel de landen die in de gevarenzone zitten... dat die dan het wel tegen zou kunnen houden. Italië kan niet in zijn eentje besluiten om te storten. Nee, dat snap ik, maar die hebben dus dan die rechten wel meer dan Nederland. Dat is toch raar eigenlijk? Nee, maar alleen maar recht om tegen te houden. Ja, nou en? Dat gaat naar grote. Die zouden wij ook wel willen hebben. Nee, dat zouden we niet zo nodig willen hebben, want het is een groot belang van Nederland om te zorgen dat die noodprocedure er wel is. Als het gaat om de controle die wij niet kunnen houden, niet goed kunnen houden, dan zit zo'n plan toch niet degelijk in elkaar. Dan is het toch niet goed, dat is niet goed doordacht. Nee, maar daarom zorgen we ook gewoon dat de Algemene Rekenkamer een wat nadrukkelijkere rol krijgt en dan is het prima voor elkaar. Ja, dat is heel belangrijk dat we een rekenkamer hebben die dat soort adviezen geeft. Ja, maar dat moet je toch zelf, want had u toch zelf ook aan kunnen denken? Nou ja, het is altijd goed en anders zou die rekenkamer ook maar niks zitten doen. Zitten daar voor klungels dan die zo'n plan maken? Ja, nou ja, ga er eens heen. Ik heb wel begrepen dat jij overal naar binnen stapt, dus ik zou zeggen succes. Soms is dat als je met 27 samenwerkt en met 17 eurolanden. Maar dan hebben wij toch niet zitten opletten? Nou, wij is dan de regering. Bedankt voor dit product, maar het is onvoldoende. Anders kan u altijd nog naar de rechter, hoor. Ja, dat is natuurlijk echt een raar verhaal. Ik neem hem al 7 jaar heel serieus. En ook vandaag? Ja. Meneer Wilders, het valt mij zo op dat vroeger zei u dan wel eens iets en dan schrokken mensen hier, maar er wordt nu een beetje lacherig over gedaan. Nou, ik weet niet. Ik heb nog niemand erover zien lachen. Ja, uw collega's die zeggen allemaal, ja, dat scheert weer en het draaft nou wel heel erg door. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat, en dat meen ik oprecht, dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking en van de kiezer achter ons staat. Dat meer dan de helft van de mensen echt vindt. Dat is mijn overtuiging. Ik heb geen peiling waar dat uit blijkt. Maar die vindt dat ESM-verdrag niet voor de verkiezingen moet worden behandeld. Nu is de SP, de PVV, de Partij van de Dieren en de ChristenUnie tegen de ESM. Ja. Hoe zullen we die coalitie eens noemen? De coalitie van de wijze mannen. Wijze mannen, ja? Ik weet het niet. Pleuropa, dacht ik. Laat de politici maar lachen. Ik denk dat wie op 12 september lacht, lacht het best.